Joyce Sylvester. Zij zat jarenlang als senator voor de PvdA in de Eerste Kamer. En ze komt voor in de lijstjes van top 100 invloedrijke vrouwen. 2008 werd ze benoemd als waarnemend burgemeester van Annapurna. En ze was daarmee de eerste Nederlandse vrouw van Surinaamse afkomst in die functie. De functie van burgemeester. In haar autobiografie Bent u de burgemeester? Met een nadruk op u. Blikt ze terug op die barrières die ze moest overwinnen om te komen waar ze nu is. Hartelijk welkom hier, mevrouw Sylvester. Die vraag die werd u dus ook echt gesteld, hè? Ja, die vraag is echt gesteld. Met nadruk, zoals je zelf zegt, bent u de burgemeester. Wanneer was dat? Neem je even mee naar de historische raadzaal in Naarden. 2009, 2010, die periode. Dus niet eens zo heel lang geleden. En er was een receptie gaande. Ik stond daar met ambtsketen iedereen te ontvangen. En ik werd geobserveerd door een meneer. En die zei tegen mij, bent u de burgemeester? Dat geloof ik niet. En het was echt zo'n gênante situatie. Ja. Dat de bodes meneer besloten. Ja, ze hebben meneer meegenomen. Bij de meneer een kopje koffie gegeven. En na 10 minuten stond meneer weer voor mij, hakkelend, excuus aan te bieden. Dat hij het niet zo had bedoeld. Ja. Maar het had bij mij wel een vraagteken opgeworpen. Dat ik dacht van, hoe wordt er nu naar mij gekeken? Blijkbaar voldoe ik niet aan het beeld van een burgemeester. Nee, en dit is niet het enige voorval. We komen daar zo op, hoor. Want er zijn allerlei voorbeelden die u in dit leuke boek, want het is echt een leuk boek om te lezen, ondanks de ernst van de materie. Maar wat zegt dit nou, dat deze meneer op die manier u tegemoet treedt? Wat zegt het? Wat betekent het? Voor mij zegt het dat het openbaar bestuur in Nederland niet divers genoeg is. Dat er heel erg behoefte is aan verschillende mensen die dat ambt gaan uitoefenen. Zodat we onze beelden kunnen bijstellen. Dit zegt mij dat er een vastgebeiteld beeld leeft van hoe een burgemeester eruit ziet. En dat we eraan toe zijn om dat beeld aan diggelen te slaan. Ja. Het was niet het enige voorval. Bij uw aantreden als senator in 2003, schrijft u, wordt u ook aangesproken? Ja, dat vond ik iets pijnlijker, want daar werd gerefereerd aan slavernijverleden. En werd er ook gezegd door een van de collega's, heel goed bedoeld, dat de voorvaderen slaven hadden in Suriname. Wacht even, en dat vond ik wel heel pijnlijk, omdat ik dat niet had verwacht. Even voor de helderheid, er was een andere senator, een oudere dame. En wat zei ze tegen u? Zij zei tegen mij, wat leuk om je te ontmoeten. Mijn overgrootvader had slaven in Suriname. En daarmee was het voor haar een connectie, blijkbaar. Maar ze realiseerde zich niet met die opmerking dat het voor mij wel heel pijnlijk was. Ja. En dat wat haar vreugde en voorspoed had gebracht, mijn voorouders geen kansen bood en een heel ellendig leven. Dus ik vond het een heel bijzondere ontmoeting wat mij verward achterliet. En ik heb er ook op aangesproken. Ik heb haar gevraagd na een week, hoe had je dat nou bedoeld? Ja. En toen was ik nog meer verbaasd, toen zij heel verbaasd was, dat ik het haar vroeg. Dus kortom, maar wat waren ze, we wat mee zei bezig? Ze dan toen? Zij heeft aangegeven aan mij, dat was helemaal niet zo bedoeld. Het was gewoon een leuk iets waar weetje. Ik aan dacht. Dus eigenlijk was het voor haar een heel ander perspectief. En dat heb ik er wel van meegekregen. Perspectieven kunnen enorm verschillen. En om daar, zeg maar, senator te zijn, ook mijn werk te doen als anderen, paste ik blijkbaar niet in dat perspectief. En werd u dan niet boos? Ik was in de eerste instantie verwonderd. Ik was zo verbaasd dat ik echt uit het veld geslagen was. Ja. Juist ook het feit dat dit gebeurt. En u zegt zelf, dat was ook eigenlijk de noodzaak, misschien uiteindelijk wel, om dit boek te schrijven, denk ik. Dat u het wilde hebben over die kansenongelijkheid. Ik wilde het hebben over die kansenongelijkheid. Ik heb als 11-jarig een schooladvies gekregen. 86% toetsuitslag. Schooladvies was huishoudschool. En toen begon ik te voelen, hier klopt iets niet. Was ik dus eigenlijk al heel jong. Gelukkig hebben mijn ouders uiteindelijk aan mij gevraagd van, wat wil je nou? Wat wil je zelf? Ja. En ik wilde graag naar HAVO, VWO. Christelijke Scholengemeenschap Oost. Tegenwoordig het Pieter Nieuwland College. Daar wilde ik graag heen. En ik mocht het uiteindelijk, na heel veel gedoe, mocht ik het een jaar proberen. En daar is eigenlijk bij mij eigenlijk iets wakker gemaakt van, dit klopt niet, dit is niet in orde, dit is onrechtvaardig. En dat heeft mij eigenlijk al heel jong bewust gemaakt dat we met elkaar moeten vechten voor een rechtvaardige samenleving. Ja. Waarin iedereen kansen krijgt, ongeacht je huidskleur, of je nou in de regio woont of in de stad. Ik vind, iedereen moet mee, man of vrouw, iedereen moet mee kunnen doen. Het feit dat u als lagere schoolleerling, basisschoolleerling,
een hele goede CITO-toets maakt... en dan toch die dat huishoudschooladvies kreeg. Ja. Wat was dan de achtergrond daarvan? Was dat ook omdat u een persoon van Surinaamse afkomst bent? Omdat u een kleur heeft? Ik heb werkelijk geen idee. Als ik erop reflecteer, dan denk ik... het moet te maken hebben met mijn afkomst. Het kan ook te maken hebben met het feit dat ik van Surinaamse afkomst ben. Het gebeurt anderen overigens ook. Hè? Als je het boek leest van Lilianne Ploemen... hè, die dochter is van de melkboer en ook zo heeft moeten vechten. Ik hoorde het in de regio toen ik burgemeester was van Annapallona... dat mensen daar ook moesten knokken om over het voetlicht te komen. Dus er zit iets in onze samenleving. Als je niet voldoet aan het beeld, dan kan je niet meedoen. En dat vind ik echt heel ernstig. Dat moeten we niet onderschatten met elkaar. Want ik wil je wel zeggen dat ik begon te vechten op school... toen ik niet kon naar de school waar ik naartoe wilde. En in mijn geval is het uiteindelijk goed gekomen. Maar mensen kunnen ook radicaliseren als je ze zo definitief gaat uitsluiten. Ja, daar wil ik het ook graag met u over hebben, over die radicalisering. Want dat is misschien een andere reactie op dezelfde materie. U heeft het in het boek, u schrijft ook een mooi over uw familiebanden... en ook over bijvoorbeeld uw vader, die een ontzettende voetballiefhebber is. Het Real Sranang-effect. Real Sranang is Surinaamse voetbalclub in Amsterdam. Hè. Wat bedoelt u precies met dat effect? Nou ja, dat Real Sranang-effect was daar... wij gingen veel naar Real Sranang in de weekenden. Mijn vader trok daar de krijtlijn en hij was daar scheidsrechter... En daar speelden soepele voetballers. De vaders van Rijkaard, Gullit. Je moet je voorstellen, begin jaren 60... de eerste Surinamers kwamen naar Nederland. En die zochten elkaar op bij die voetbalvereniging. Daar was lekker Surinaams eten, je kon Surinaams praten. Geweldige sfeer. Heerlijk. Ja. Soepele voetballers. Ja. Dus vaak aan de winnende hand. En altijd, kort voordat het eindsignaal klonk... werden er bananen op het veld gegooid en werd er gescholden. Nikkertjes. Willen jullie wegwezen? Rot op naar je apenland. Zo denigrerend. Ja. En wat gebeurde er? De mensen gingen vechten. Gingen het veld op. Heeft u het gehoord wat die mensen tegen ons zeggen? En dat sloeg heel erg in. Op de terugweg naar huis waren wij muisstil in de auto. Mijn moeder ging altijd mee naar het voetbalveld. Mijn zusjes ook. Muisstil. En mijn vader keek in die achteruitkijkspiegel. En die zei, toch is dit niet de manier... om te gaan vechten. De voetbalvereniging komt in een kwaad daglicht. Racisten bestaan, maar wat er ook gebeurt... we blijven meedoen aan de samenleving. En we gaan deze kwestie aan de orde stellen bij de KNVB. Maar vechten is niet de weg. En zo heb ik eigenlijk al heel jong geleerd... om niet eruit te stappen, maar om er juist in te stappen... en mee te blijven doen. Dus eigenlijk om het racisme bij de tegenstander te laten? Het is het probleem van de ander... Dat is het Real Sranang-effect. Ja, zo heb ik het meegekregen van mijn ouders. En zo is de voetbalclub daar ook op een gegeven ogenblik mee omgegaan. Want je moet je ook voorstellen, het is natuurlijk wel heel jammer... dat je bijna op het punt staat om te promoveren en kampioen te worden. Zeker. En je dan eigenlijk zo uit de tent te laten lokken. Ja. Dus daar werd bij ons thuis heel veel over gesproken. De pijn werd genomen, werd besproken hoe we daarmee om moesten gaan. Maar uiteindelijk kwamen we altijd weer op hetzelfde uit... We gaan door en we blijven meedoen aan deze samenleving. Het is knap om dat bij de tegenstander te laten. Als je dat lukt, je kunt ook de confrontatie aangaan. Ja, en vaak delf je dan het onderspit. Want de confrontatie aangaan betekent dat je je van je koers af laat brengen. Zo werd het bij ons thuis besproken. Ja. Discriminatie werd bij ons thuis niet geaccepteerd. Werd altijd aan de kaak gesteld. Werd ook publiekelijk bekendgemaakt. Hè? Want mijn ouders, ik weet nog dat mijn moeder solliciteerde... en dat zij de eerste werkdag daar naartoe ging. En toen was ineens de vacature vervuld. Ja. En zij zat toen wel bij Stadradio Amsterdam om het verhaal te vertellen. En de telefoon stond roodgloeiend. Dus velen maakten het mee. Het werd wel besproken in de familie. Juist. En het werd geuit en er werd wat aan gedaan. Maar de confrontatie ga je niet aan. Al zeker niet de agressieve confrontatie, denk ik. Toch, het is nu ook een jaar na de wereldwijde protesten, de Black Lives Matter-protesten. Ja. Is er ook een nieuwe generatie, zo moet ik het misschien zeggen... die wel meer die confrontatie wil aangaan en die gewoon die boosheid toont? Snap ik. Wij waren ook boos. En wij gingen ook die confrontatie aan. Maar we hebben wel nagedacht over wat is een effectieve confrontatie. En ik vind dus wel dat je je koers vast moet blijven houden... waar jij zelf in het leven mee bezig bent. En dat alles heeft mij er ook toe gebracht dat ik nu ook in staat ben... om kansengelijkheid te agenderen,
om te vechten voor die democratische rechtsstaat, waarin we met elkaar in vrijheid kunnen leven. Ja. En als we niet met elkaar die gelijkheid continu op de agenda houden, dat iedereen kan meedoen, dan zal je dus ook zien dat zo'n samenleving uit elkaar valt. En dat mensen niet meer mee willen doen. Of het nou gaat om gele hesjes, boeren. Ik zag een hele mooie, interessante aflevering van Tegenlicht. Dat ging over de weerbare democratie. Daar liep iemand rond die werkt bij de... Die zegt nog hoog over ons, terwijl het Tata Steel is, hè? Stanley. En die zei, niemand is meer trots op ons. En toen dacht ik, ja, die voelt zich ook niet gehoord. Er zijn heel veel mensen in de samenleving die zich buitengesloten voelen, ja, niet gehoord voelen. Wanneer drong tot u door dat u een voorbeeld kon zijn? Ik moet zeggen, dat was een heel bijzonder moment in Annapallona. Ik was daar waarnemend burgemeester. En ik kreeg een papier voor mij dat ik naturalisatie moest doen. En dat was een driejarige. En ik dacht, ja, wat moet ik nou met een driejarige doen? Dus ik besloot om mijn kamer maar een beetje te verbouwen. Ik kocht een rode tractor voor hem, want Annapallona is een agrarisch gebied. Ja. En dat jongetje kwam binnen, betraand. Zijn ouders hadden hem in een smoking gehesen. Zijn moeder was een Afrikaanse vrouw en zijn vader kwam uit Annapallona. Ik zie het voor me. En hij aarzelde en hij rende naar mij toe en hij sprong in mijn armen. En toen ik die foto zag, eigenlijk ook het moment, fotomoment wat net werd aangegeven, ja, was dat voor mij een bijzondere foto. Ja. Dat ik dacht, dit jongetje, daar leer ik heel veel van. Diversiteit in het openbaar bestuur doet er echt toe. Ja, prachtig beeld natuurlijk dit. Echt heel mooi. Heeft u als kind ook zo'n voorbeeld gehad? Ja, ik heb zelf op school een wiskundelerares gehad. Ze kwam invallen. Ik zat in 3 VWO. En ik was heel benieuwd van hoe zal ze eruit zien. En toen ze binnenkwam, zag ze er net zo uit als ik. En ik dacht, nou, als zij dit kan, dan kan ik ook wat. Dus beelden, hè, dat je gewoon voorbeelden kunt zien. Voor mij is dat in mijn jeugd heel erg belangrijk geweest. En ik hoor nu ook terug dat ik dat voorbeeld ben voor anderen. Yeah. Ja, en dat, ja, dat maakt mij niet... Ja, ik ben daar niet tevreden over. Er is nog heel veel te doen. Maar ik zie wel ook dat dat anderen een stap verder kan helpen. Want als ik het kan, kunnen zij het ook. Mm-hmm. Dat voorbeeld is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want voordat u dat voorbeeld van die wiskundelerares had, toen was het dus bijvoorbeeld die kwestie van die school. U wilde graag naar het VWO, ja, maar kreeg klopt. Het advies niet. En toen was uw reactie, dan ga ik extra hard werken en dan ga ik extra mijn best doen om te laten zien dat ik het kan. Dat is toch eigenlijk heel pijnlijk? Het is ook heel pijnlijk en dat is ook behoorlijk traumatiserend voor mijzelf geweest. Want ik heb heel lang in de modus gestaan dat ik extra hard moet werken. En het is pas recent eigenlijk, hè, een aantal jaren geleden, dat ik dacht, nu heb ik zoveel laten zien. Ik kan daar nu wel in tot rust komen. Maar ja, dat is wel een heel ingewikkelde kwestie geweest, ook voor mezelf. Ja, en dat was voor u toen en nu de jongere generatie. Ik weet niet, ook misschien in uw familie, maar hoe hebben zij hier in dezelfde mate last van als u dat had als kind? Nou ja, ik heb een heel gesprek gehad met mijn nichtjes. Hè? Want onlangs was er ook de uitspraak van de topman van Binkbank, die meende te zeggen dat zwarte vrouwen te vergelijken zijn met zwarte Skoda's. Ze rijden lekker, maar je wilt er niet in gezien worden. Je wil niet weten wat een impact zo'n uitspraak maakt, hè? Hoe hard zo'n uitspraak is. Meneer Germijnse. Hoeveel dat kapot maakt bij jonge zwarte vrouwen. Hoe komt die iedere ochtend de bus pakken om te gaan werken in de zorg, tandartsassistent zijn, willen helpen, meedoen aan die samenleving. Zo'n opmerking maakt heel veel kapot. En wat zeggen die nichtjes dan tegen? Nou, die zeggen, tante, wie denkt er nog meer zo over ons? En waarom is dat zo? Waarom wordt dat gezegd? Wat hebben wij gedaan dat er zo over ons wordt gedacht? Ja. En dat is dus erg ingewikkeld en brengt mij er weer toe om ook hetzelfde tegen hun te zeggen wat er tegen mij thuis werd gezegd. Hou je koers vast. Het is eigenlijk heel sneu wat die meneer doet. Maar hou je eigen koers vast. Morgenochtend pak je weer om 7:30 de bus. Je gaat naar het ziekenhuis en je gaat aan het werk. Maar het deugt niet. En feit is dat ik vind dat we in deze samenleving kansengelijkheid voor iedereen aan de orde moeten blijven stellen. Het hoort op de tafel van de formatie. En we willen eigenlijk ook op die manier er ook voor zorgen dat iedereen meedoet. Het is gewoon echt een politiek issue. Het hoort op de tafel van de formatie, zegt u? Het hoort op de tafel van de formatie en het dient opgepakt te worden
worden door een nieuwe kabinet. Want wil je naar een rechtvaardige samenleving, wil je naar een gedragen democratische rechtsstaat, dan heb je iedereen nodig. En dan is er ook vertrouwen nodig in de rechter, in de leerkracht die het advies geeft. Ja. Bent u de burgemeester? Het antwoord is ja. Ja. Tenminste, dat was u toen. Dat was ik toen. Nog wel eens wat gehoord van de man die die vraag stelde? Nou ja, dat is dus heel bijzonder. Deze meneer die heeft mij de vraag gesteld. Hij is het stadhuis uitgegaan. Ik heb jarenlang niets meer gehoord. En in ene lag er een brief. En die brief is geschreven door zijn dochter. En zij zei, ik heb een interview van u gelezen. U gaf dit voorbeeld. En volgens mij heeft u het gehad over mijn vader. Hij was zeer eigenlijk blij dat u hem confronteerde met het vooroordeel. Ik heb een foto bij de brief gevoegd. Kunt u mij laten weten of hij het is? En daar zat die meneer met een poes op zijn schouder. En dat was die meneer. En ik heb die dochter een brief teruggeschreven. Dat ik het buitengewoon leuk vond dat ze mij dit had laten weten. Nou, dat is toch mooi. Heel hartelijk dank. En ook voor het mooie boek. Graag George gedaan. Sylvester. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.